dacht, ik ga alleen op vakantie, maar dan wel met een groepsreis. En toen las ik een advertentie in de krant. Hooligan vakantie. Nou, hooligan capital of the world. Lorette maar. Nou, leek me wel leuk, naartoe gegaan. En we moesten in Utrecht verzamelen op het Jaarbeursplein. 6 uur 's ochtends, 14 juli. En ik kom eraan. En er staat een hele rij. Ja. Zeg maar, strakke gasten. Kale kop allemaal. Een soort Tsjernobyl-kinderen eigenlijk. God, en ik ben wat slaperig, dus ik zeg, ik ben Klaas. Gezellig! En de bus komt eraan en ze zijn al binnen. En ik ga ook naar binnen, er is nog één plaats vrij naast de Ron. Betonnen Ron. Ik ga zitten naast Betonnen Ron voor Gracie Gregory achter haar de Harry. En er is een hele energieke sfeer in de bus. Er worden pepermuntjes uitgedeeld en ik ga met mijn zakje drop langs, maar dat hoeft aan niemand. En ik probeer een gesprek aan te gaan met Betonnen Ron, maar dat gaat niet, want de taken zitten over elkaar. Nee, Frankrijk begint te kijken, we wat ontspannen. En, nou, we hebben een gesprek. God, we hebben het over. Over huisdieren. Ik heb een geit gehad van mijn 4e tot mijn 14e. Even. En hij had het over zijn. Een ouderwets dier: zijn reefteef. Ja, ik kende het dier ook niet. En die miste hij zo, want die pijpte zo lekker. Ik heb het ook wel geprobeerd met mijn geit natuurlijk. Haversporen naar mijn bed toe en grassprietjes en biks erop. En dan. En die geit alleen maar. Nee, dan moet je kaarsjes aan doen en champagne. En, Nou, we zijn in Frankrijk en we mogen daar luchten. En, terwijl de rest van de groep tax-free gaat winkelen. Ga ik met een groepje Fransen praten. Ik merk op dat moment dat Frans geen taal is, maar een houding. Huh? Ja, het is zoiets als, ja, zoiets als. Oh, c'est ridicule parce qu'on se voit. Misschien een beetje blazen erbij. Ze trottoir is gewoon stoep, weet je. Het is. Ze is de madame de la cuisine du jardin de maison. Gewoon huis- en keukenvraag. Nou, we gaan doen naar Spanje.